Om meer te begrijpen van Armins wereldwijde succes, schakelden we zijn ouders in en zijn broer. Armin zat altijd aan de radio. Hij zat altijd aan mijn vaders spullen. En het moest altijd draaien aan volumeknoppen. En ik weet dat hij een keertje een hele bandrecorder uit elkaar heeft getrokken. Met de hele band heeft hij, omdat hij wilde weten waar de muziek vandaan kwam. En dat schetst denk ik wel een beetje wat Armin is, wat voor type hij is. Ook een enorme muzikant, hè? Ja, mijn broer, ja. Ja. Hoe is het om samen op te treden? Ja, heel emotioneel natuurlijk. Ik bedoel, ik heb een hele goede band met mijn broer. En ik ben enorm trots op hem wat hij bereikt heeft. Hij is een hele andere kant op gegaan binnen de muziek. En mensen vinden het fantastisch om naar te kijken, want ze weten dat Ella mijn broer is. En dat geeft op het podium ook een soort klik. Hij was zelfs zo enthousiast dat hij op het podium tijdens een show die we samen gedaan hebben in Australië voor 23.000 mensen zo enthousiast heen en weer sprong dat hij zijn voet gebroken had. Zo. En daarna gewoon doorspeelde. Nee, ja, dus... Weer het podium op en huppakee. Hij wist toen niet dat hij zijn voet gebroken had, maar hij zei auw, hij voelde iets in zijn voet. En dat was met Oud en Nieuw, een paar jaar geleden. En toen sprong hij heel hard heen en weer op het podium. En aan het einde van zijn avond werd zijn voet zo dik, bleek dat hij hem gebroken had. Gewoon omdat hij zo enthousiast heen en weer aan het springen was. Dat zegt ook wel iets over onze passie op het podium, met name van Eller. Oud en Nieuw is voor DJ's, dat is het, hè? Ja. Wat Armin, denk ik, een hele goede DJ maakt, is dat hij er ontzettend veel energie in legt. Veel mensen zijn natuurlijk heel sceptisch, hè? En ook wel, soms ook wel echt wel terecht, denk ik. Het is maar iemand die maar plaatjes draait van iemand anders en bla bla bla. Maar goed, je hebt inmiddels zoveel DJ's. En waarom gaat het publiek bij hem dan zo uit zijn dak en bij andere DJ's niet? En ik denk toch dat het te maken heeft met de energie als hij op het podium staat. Zelfs met 40 graden koorts. Dan staat hij nog op het podium zwetend. Staat hij een berg energie in het publiek te duwen waar je u tegen zegt. Energie is het toverwoord? Ja, ja. Bij dance zeker, ja. Dat is gewoon alsof je denkt, ja, dat is even, het is voor mensen even een escape vanuit die wereld. Bijna een metafysische ervaring. Ja, ik ben dan in de positie dat ik die mensen even mag meenemen naar die andere wereld. Waar het fijn is, waar het veilig is, waar we allemaal, waar het goed is. Ook op de dansvloer, ook als bij mijn feesten gebeurt er bijna nooit wat. Mensen zijn daar echt voor de muziek en voor elkaar en met elkaar te vieren. En dat is, ja, je zou het bijna een religieuze ervaring kunnen noemen. Hey broer, het is leuk om jou als broer te hebben, dat weet je eigenlijk wel. Wij zijn een enorme oude hoerfamilie en volgens mij heb ik alles al tegen je gezegd wat ik moet zeggen. Ik hoop dat we nog ontzettend vaak samen muziek kunnen gaan blijven maken. En ook vooral er lekker over kunnen blijven filosoferen, oude hoeren en dat soort dingen. En laten we dat gewoon blijven doen en ik hoop je snel weer op een leuk podium te zien. En ook gewoon naast het podium. Leuk. Geef iedereen zo'n broer. Ja. Ja, het is geweldig.